Ja, dat was de sport voor nu. Gaan we verder met vervoer. Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Even voor de mensen die alleen sport kijken. De Formule 1 is de hoogste klasse in het autoracen. En simpel gezegd is het doel om zo snel mogelijk een afstand van ongeveer 300 kilometer af te leggen. Dan denk je, oké, dat doe ik ook wel eens op weg naar vakantie. Maar er zijn een paar verschillen. Die Formule 1-jongens rijden veel harder dan wij, tanken veel sneller dan wij en, bekend misverstand, zij slapen niet in van die Formule 1-hotels. Nee, want ze bouwen voor elke race zelf een Formule 1-hotel. This is where the teams live. You've got Ferrari there, you've got Mercedes behind me. Looks like something out of Space Odyssey 2001. Most incredible fact for me though, is that if it needs to be, all of this can be broken down and rebuilt in another city in less than 3 days. Ze zetten zo'n enorm flatgebouw nog sneller neer dan Diederik's koepeltentje. Ja, ik doe dit anders ook nooit, oké? De Grand Prix van Australië is al over een paar weken, dus de spanning is flink aan het stijgen. Deze week waren de heren, want helaas zijn het nog steeds altijd heren, hun nieuwe auto's aan het testen. Max Verstappen is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Dat begint over een maand in Australië. Hij reed vandaag in Barcelona zijn eerste rondjes in zijn nieuwe auto. Ja, Max Verstappen reed zijn eerste rondjes op de testdagen in Barcelona. En de grote vraag is dan, nieuwe auto, nieuwe motor, zit het een beetje goed met de techniek? Nou, ik heb gewoon veel rondjes gereden, daar ben ik blij om. Ja, oké. Okay. Maar is er misschien ietsje meer te vertellen? Ik denk dat heel Nederland wacht op jouw antwoord. Hoe was je dag? Goed, veel rondjes gereden. Prima, hou het gewoon op rondjes, Max. Gelukkig zijn er ook nog echte Formule 1-journalisten om iets inhoudelijkers te zeggen. 2 dagen hebben we inmiddels getest. Kunnen we wat zeggen? Ja, een heleboel. Maar ik ga niks zeggen over tijden, over verwachtingen. Want ja, dat is allemaal een beetje onzin. Wat je wel ziet, is dat er heel veel ronden gereden worden. De testdagen zijn een soort jaarlijkse APK voor de Formule 1. Maar daar zit weer een verschil met normaal vervoer. Als ik de auto naar de garage breng, zet ik dat eigenlijk nooit op YouTube. Maar in de Formule 1 wordt alles meteen een heel event. Ja, Max Verstappen maakt bij wijze van spreken een unboxing video als hij een nieuwe helm heeft. Hi guys, it's helmet reveal time. Helmet reveal time. Hij heeft gewoon een helmet reveal party. Ja, dat is een paar keer per seizoen, want het kan natuurlijk gruwelijk misgaan. Dus zo'n helm is voor een Formule 1-coureur heel belangrijk. Vorig jaar was hij natuurlijk al oranje, maar toen was hij meer chroom-oranje en dat vond ik zelf iets te donker tijdens het rijden, dus hij viel niet echt op. Dus vandaar dat we dit jaar fluo-oranje hebben gekozen. De vorige helm viel niet genoeg op, dus Max Verstappen zit in een oranje-geel-blauw-rode Formule 1-auto. Hij komt langs met 300 km per uur en dan vraagt hij, zagen jullie mij? Ja. Zag je mijn helm? Dat weet ik niet. Goddieves, hij moet nog oranjener! Het team van Max Verstappen heet Red Bull. Red ja, Bull nee, nee, dat gaan we niet doen. We gaan geen reclame maken. Nee. Ja, maar zijn team heet Red Bull. We doen een codenaam. Team Gore Shit, dek de lading. Iedereen weet meteen wat je bedoelt. Ja. Max Verstappen rijdt voor Team Gore Shit en is een serieuze kanshebber voor de eindzegen. Dit zijn dit jaar de 10 teams. Mercedes, Ferrari, Red Bull... Wacht even, dat staat hier nog verkeerd. Ja, beter, dankjewel. Renault, Haas, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso en Williams. Per team zijn er 2 coureurs. In een seizoen rijden die 21 wedstrijden tegen elkaar en de beste coureur wint. Nou, niet per se. De coureur met de beste auto wint. Max Verstappen is heel goed, maar uit onderzoek blijkt dat de invloed van de coureur op de prestatie gemiddeld ongeveer 14% is. De rest wordt bepaald door monteurs, technici en de motor. Dus de prestatie van de sporter is maar 14% en 86% is het materiaal. En de enige andere sport die dat heeft is zwerkbal. En dan ben je niks zonder een goede bezem. Nee, toen Harry Potter de Nimbus 2000 van zijn oom kreeg, toen begon hij in één keer wedstrijden te winnen. Nee, die kreeg hij toch van Perkamentus, niet van zijn oom. Perkamentus? Ja. Nee. Wacht even. Nee, Max Verstappen is het totaal niet eens met die percentages. Denk jij dat je 14% invloed hebt of is het meer? Nou ja, als die wetenschappers dat allemaal zo goed weten, dan moeten ze nu gaan engineeren in de Formule 1. Maar dat, nee, daar hecht ik totaal geen waarde aan. Dat kan hij zeggen, maar laten we even kijken naar de cijfers die iedereen gewoon kan zien. Er doen elke race 20 auto's mee. Je zou zeggen 20 kanshebbers, spannend. Maar van die 20 zijn er maar 6 auto's goed genoeg om te winnen. Dat zijn de auto's van Mercedes, Ferrari en Gore Shit. Hun auto's zijn sneller en beter dan alle anderen, dus die coureurs hebben een gigantisch voordeel. En dat zie je ook aan de resultaten. In 2016 bezetten die 3 teams 59 van de 63 podiumplaatsen. In 2017 waren dat 62 van de 63 podiumplaatsen. En in 2018 ook 62 van de 63. Nou, dat waren dus podiumplaatsen. Maar als je kijkt naar het aantal overwinningen, dan wordt het alleen maar erger. Die hebben we voor de feestelijkheid in een taartdiagram gezet. Het rood zijn de 3 topteams en het blauw is de rest.
De laatste 3 jaar is elke race gewonnen door de 3 topteams met de beste auto's. De rest van de deelnemers rijden dus voor spek en bonen meten. Het is voor hun alsof ze tegen Federer moeten tennissen. En dan mag Federer een heel goed racket en zij moeten met een wok. Daar heet ik totaal niet waar. Ja, nee, want jij hoeft niet in een wok te rijden. Jij hebt een topauto. En dat is hartstikke knap, maar niet van jou. Dat is knap van het team. En die teams die zijn enorm. Ja, bij team Mercedes zijn ze een keer met z'n allen op de foto gegaan. Ja. 3 auto's maar. Dat is wel lastig als ze een team uitje hebben. Gore shit, waar Max Verstappen werkt, die heeft 700 medewerkers. Daar hecht ik totaal geen waarde aan. Nee, dat weten we, Max. Jij gelooft er niet zo in. Maar toch even, 700 man, dat is een hele organisatie, of niet soms, Tex? Ja, hier zie je de structuur van een gemiddeld Formule 1-bedrijf. Dat zie je echt ontzettend veel verschillende afdelingen. Je ziet production, finance, wind tunnel, brakes, meteorologist, van alles. Wauw. Ja. Moet je voor de grap eens zoeken waar de coureurs zitten. Ik zie het niet. Oh, wat erg dit. Ik zie het ook niet. Nee, ik zie hem echt niet. Je moet zoeken naar het woord drivers. Ja, ik zit te kijken. Ik zie hem niet. Oh, wat erg dit. Wat gênant. Ja. Ik kijk, maar ik zie hem echt niet. Ja, hier zie je drivers. Wat erg dit. Het is zo anders als je hier zit. Dat is nee. Gewoon... Ik zie hem echt niet. Het zegt letterlijk erg. Drivers hier. Oh, en thuis op de bank. Nee, ik pas. Hey, maar toch even tekst. Dus... Deze hele structuur, die hele organisatie, al die honderden mensen... Ja. Uiteindelijk met als doel om heel zoete cafeïnedrankjes te verkopen aan kinderen. Ja, dat is het doel. Mooi. Ja, ja als het maar werkt, hè. Ja, ja. Tuurlijk. Hey, het is wel een dure sport, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat je heel blij bent als je zoontje zegt... ik wil op Formule 1. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff kost het tegen de 8 miljoen euro... om een kind met racetalent klaar te stomen voor de Formule 1. Het begint er al mee dat je je kind voor ongeveer 1 miljoen euro moet laten karten. Ja, dan in steeds hogere raceklassen die ook weer allemaal vele tonnen per jaar kosten. En uiteindelijk moet hij een helmet reveal party, een 700 man personeel. En dan maar hopen dat hij niet op zijn 12e de meisjes ontdekt. Nou jongens, ik heb jullie alle 700 even bij elkaar geroepen. We hebben een probleem en ze heet Debbie. Is het denkbaar dat Debbie een ongelukje krijgt? Autoracen is dus een sport voor heel rijke mensen. En omdat het zo duur is, zijn het niet per se de allergrootste talentjes... die een kans krijgen om het te doen. Sterker nog, je had ook mensen die gewoon een plekje kochten om mee te mogen doen. Zogenaamde paydrivers, zoals de Braziliaan Ricardo Rosset. En dan krijg je dus dit. This is here's that Rossi. Oh no, what's he doing? He somehow has got that car running late. And now get it back to the garage the short way. Nou, dit is alsof FC Barcelona Johnny de Mol in de spits zet omdat zijn vader een paar miljoen neerlegt. Het is dus heel gek dat er eigenlijk maar weinig mensen zijn die deze sport überhaupt kunnen beoefenen. Ter vergelijking, er zitten wereldwijd ongeveer 250 miljard mensen op voetbal... en op Formule 1 maar 20. Ja, de kans dat ergens in Patagonië een herdertje rondloopt... met meer balgevoel dan Lionel Messi is erg klein. Maar de kans dat er nu op de Pannenkoekdijk in Zwolle... iemand zijn Skoda Fabia inparkeert met meer talent dan Max Verstappen... is best groot. Kijk, dus heel misschien is Max Verstappen de Messi van de Formule 1... maar hij zou ook de Arjen Robben kunnen zijn, ja. Of de Siem de Jong. Ja. Of de Jonathan van het Reven. Nee, die heeft niet eens een rijbewijs. Niet meer, niet meer. Dat is echt iets anders. Ik heb geen rijbewijs meer. De Formule 1, dat zijn dus 20 vrij willekeurige miljonairs... met gigantische vouwcaravans die voornamelijk afhankelijk zijn... van hun enorme hoeveelheid technisch personeel. En hey Max, het blijft leuk om naar te kijken en je doet het hartstikke goed. Dus je moet je nu niet aangevallen voelen door ons oordeel. Nee, daar hecht ik totaal geen waarde aan. Helemaal goed. Vond je dit een leuk filmpje? Bedankt! Leuk dat je het even laat weten. Stellen we zeer op prijs. Oh ja, nu we je toch spreken, abonneer je meteen even op ons prachtige YouTube-kanaal. Doe maar. Ja, top. Ja, ik zou het zeker doen. Ja.